een beetje dezelfde stilte als na het doelpunt. Ik had het gevoel, en ik niet alleen, dat de groep wel in een herhaling van 4 jaar ervoor geloofde. Omdat ja, we spelen echt wel fantastisch. Als ik mij nog allemaal goed herinner, zelfs werden we afgeschilderd als de best voetballende ploeg. Goedenavond, u kent ondertussen ons systeem zeker. We hebben uiteraard in onze tribune weer Engelse en Belgische supporters. Mark Uiterhoeven heeft vanavond een Belgisch-Engels koppel naar de studio uitgenodigd. Even vragen aan mevrouw, want die spreekt Nederlands uiteraard. Meneer is Engels, u bent Vlaamse. Legt u eens uit, gaat het nog een beetje thuis? Om het even recht te zetten, het is nog geen huwelijk. Oh, nog geen huwelijk? Dat kan nog komen. En voor de rest gaat dat heel moeilijk. Op het moment is het verschrikkelijk. Ja? Negatieve stress, maar zeker. Ja. Ik word bijvoorbeeld elke ochtend gewekt door een hoofdkus op mijn hoofd. Dat doorgaat voor een kopbal zijnde, gespeeld door Gary Lineker, en zou dus binnen zijn. Why do you do all these awful things? Well, I mean, no one is so soon done. I still expect us to win by 2 or 3. 2 or 3. No. 1 or 2. Maybe 4. En dan gaan we nu eens over naar de Oude Markt in Leuven. Wouter van den Houten bevindt zich daar. Dat gebeurt vaker, maar vandaag is er veel meer volk om hem heen, neem ik aan. Mark, ik heb niet gehoord wat jij gezegd hebt, maar hier is er in elk geval geen mens die eraan twijfelt dat de Belgen straks Engeland gaan uitschakelen. Al van 2 uur voor de wedstrijd was de Oude Markt hier bomvol. We zijn nog gaan kijken op zoek naar een paar studenten die aan het studeren waren, maar we hebben er echt geen gevonden. Er waren alleen maar lege studentenkoten en er zijn alleen maar lege studentenkoten vannacht in Leuven. Hoe die mensen morgen examen gaan afleggen, ik weet het niet, maar het ziet er in elk geval niet goed uit. We spelen vandaag voor de 18e keer tegen Engeland en dit is zonder enige twijfel de belangrijkste keer. We hadden toch wel het gevoel dat we ook dit Engeland aankonden en we keken al verder, want ik herinner me nog dat en dan Cameroen en die zijn ook te pakken, weet je, dus we zagen het eigenlijk wel zitten. Ze kregen geen vat op ons, absoluut niet. Dus ze konden ook hun spel niet spelen, laat staan opdringen. Dus wij waren de dominante ploeg. Engeland was geen probleem. We gingen tegen Engeland spelen en Engeland, potstampers, we tikken die wel weg. En ze tikken ze weg, hè. Ze tikken ze weg. Het zat redelijk goed in. We gaven echt heel weinig kansen weg. Ja, en dan worden we sterker. Andreels. De Vrijs. Keuleman. Oh, tegen de paal. 1 keer komen de Engelsen onder de druk van de Belgen uit. Maar dan is het ook meteen raak. Het doelpunt wordt onterecht afgekeurd voor buitenspel. Voor een keer dat hij scoort is buitenspel. C'est un but tout à fait valable. Mais bon, quand on regarde le match, les Anglais ont réalisé un bon match aussi, mais on était quand même supérieur. Chico, oh là là! Son situation frustrante quand on voit la suite des événements, mais ça fait partie aussi du football. Klaassen. Ik denk dat ik dit mag zeggen. Ik heb de Belgische nationale ploeg nog nooit zo goed weten spelen. Een kwartier voor tijd stuurt Robson David Platt het veld in. Een voor de Belgen totaal onbekende speler, behalve dan voor Rick de Sadeleer. Ik kan zeggen dat is de speler van het jaar in Engeland. Misschien hebben ze wat minder werkkracht, maar of is staan ze er beter voor. I think any idea with me going onto a pitch was, you know, I was an attacking midfield player that scored goals.
So for me to go onto onto the pitch, if he put me on, was you know, more really to go out and I had an energy about me. But to go and get a goal, to put another goal threat on. Na 90 minuten is het nog altijd 0-0. De eerste kans in de verlengingen is voor David Platt. En dat kan voldoende zijn. Zoiets kan voldoende zijn, David Platt. Wil Kleister, hoge tafel nu. Bruno, schiet er eens in. Doen we dat plezier. Niet alleen aan mij natuurlijk. We were definitely the inferior team. I think Belgium played exceptionally well on the night. And, you know, if anybody was going to win it, it looked like it was going to be Belgium. Wie niet in orde is met de mutualiteit gaat beter slapen nu. Gerrit, gaat hij dat doen? Wij waren nog altijd aan het proberen om toch te winnen voor de penalties. Wij waren fitter. Hè? Niet omdat we schrik hadden van de penalties, maar gewoon omdat we voelden ons goed. Belgium were keeping the ball better than we had, and they were bringing the game to us. So therefore, we had to do the defensive stuff, you know. But I think once it gets to extra time, there becomes this fear that the game's running out, and you automatically, I think, become that little bit more resolute and a little bit more defensive because you don't want to lose it at that time. Balverlies van Kleisters leidt 1 minuut voor tijd tot de laatste counter van de Engelsen en dwingt Erik Gerets tot het maken van een overtreding op Gascoigne. Die fout, Gerets. Was een fout. I'm not too sure it was a foul on Gascoigne that gave the free kick away. But we got the free kick. Dat is dodelijk, want iedereen is nerveus en bij de aanvallende ploeg gaat iedereen dan daarvoor. Dus je ziet in een ongewone situatie en elke vrijschop is dan gevaarlijk. Een goede minuut. Als ik het goed heb, was het aanvankelijk de bedoeling van de Engelsen dan om in twee tijden te spelen. Dus een kort up en dan eventueel de lange bal. The bench and myself and Lineker and people like that saying put it in the box, let's put it in here. They can't score when it's in the penalty area and it gives us an opportunity. Well, ik denk dat we hier ongeveer stonden met 3 Belgen, 3 rode duivels. Dus de rest stond daar. Hier was een gat tussen, dat weet ik nog. Goed, ja, dan is er hier wel even beweging tussen de 3. Even naar links, even terug. Ja, en dan komt de bal. Als je erachter staat, kun je die inderdaad wel... Vasthouden, ja. Een beetje vasthouden. Maar ik stond zo voilà. Te veel. En hij heeft het al uitgelegd en het is zo en het is zo. Dus zo. Ik zat er veel te komen. Je moet inderdaad controle hebben over bal en man. En als je even het een of het ander uit het oog verliest, ja, dan is het kan er gescoord worden. Hè. I think there's a responsibility there, yeah. You know, I am marked and I'm allowed to get myself half a yard. And you know, as a manager, you wouldn't like that. You still wouldn't expect to happen what did happen, but you know, I should have had more of a challenge on me, I think, than I did. Een prak van een goal, David Plep. Ik geef die bal nog 100.000 keer en ze mogen nog 100.000 keer proberen, dat gaat nooit meer lukken. Dat kan hem geen 2 keer in zijn loopbaan doen, zo'n goal, hè? Maken. Dat kan hem niet. Het was een pracht gewoon, hè. Prudhomme kon er niks tegen doen, hè. Nee, op dat moment ben je dood. Op dat moment ben je,
Mes zombies. Là, c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Honnêtement, je crois que c'est peut-être un des moments les plus difficiles de ma carrière. Ik geloofde dat niet. Dat kon niet. Wij waren de winnaar op punten. Dat doelpunt van die Engelsen, oké, dat was tegenslag, maar eigenlijk moesten wij doorgaan. Blet heeft in die ene actie inderdaad een ganse natie treurnis bezorgd. You know, sometimes these are all things that I'm learning at this time. I think that's the byproduct of you know, our euphoria and the euphoria that was in this country. Clearly, there is another side to that. Because for our euphoria, somebody's had to suffer. En je weet dan ook, je kunt het niet meer rechtzetten. Het is de laatste minuut. Ja. En dat was nog het ergste van al. Thijs was iemand die op dat moment zeer menselijk reageerde. Bedoelt u dat Thijs daar voor de eerste en enige keer in zijn leven heeft gehuild? Het klopt, ja. Thijs schreide. En dat heeft mij zeer gepakt, ja. Hij zei altijd, dus ik mag niet klagen, ik heb dus het geluk gehad met de kopstoot van Grün. En hier heb ik de pech met de goal van Plat. Dat zei hij.